Het is begin juli 2023. Samen met drie vrienden maakt Jappie hun jaarlijkse motortour. Wanneer ze in Duitsland door heuvelachtig terrein rijden, gaat Jappie onverwachts en zonder aanwijzbare reden ineens hard onderuit. Ja, Jappie, mijn zwager, die heeft een relatie met mijn zus. Die heeft een motorongeluk gehad. Ja. En ja, het is een jonge vent. Dus ja, gewoon, hij heeft een heel leven voor zich. Hij heeft net een babytje. Ja, want ik hoor die oproep en denk, wow, je doet even een paar feiten op waar natuurlijk een wereld van verdriet achter schuil gaat. Het is jouw zus die met Jappie getrouwd is. Dat is jouw dochter, hè? Priscilla is mijn dochter. Priscilla. Ja. Dat is allemaal best wel vers, want het is afgelopen zomer gebeurd. Op welk moment hoorden jullie dat wat er gebeurd was? Eigenlijk op dezelfde dag. Jappie gaat elk jaar met vrienden de motortocht doen, 4 dagen. En dan is het traditie dat ik Priscilla dan bij mij heb. Al vanaf dat hun verkering had, dan komt ze bij mij een nachtje, wordt ze verwend. En dit was dus ook weer het geval. Ik stond voor haar deur, ik druk op de bel en ze doet open en ze huilt enorm. Dus ik schrik, ik denk er is wat met de kinderen. En het blijkt dus dat ze een halve minuut daarvoor gebeld is door Jan, een van de vrienden, van de motorvrienden. En die had gezegd van, je moet niet schrikken, maar Jappie is gevallen met de motor. Wanneer ze in Duitsland door heuvelachtig terrein rijden, gaat Jappie onverwachts en zonder aanwijzbare reden ineens hard onderuit. Hij ligt languit op het wegdek en is niet goed aanspreekbaar. Met een traumahelikopter wordt hij zo snel mogelijk naar een ziekenhuis vervoerd. Daar wordt hij in coma gehouden en blijkt zijn rug gebroken te zijn. Uiteindelijk is hij wakker geworden met het nieuws. Je hebt een dwarslesie, je kan nooit meer lopen. De kans dat je nog kan lopen was 3%. Toen is hij verplaatst naar Haren, het revalidatiecentrum. En daar zit hij nu om te gaan met zijn handicap. Ja, dat klinkt heel... Hij is dus verlamd vanaf? Hij is nu zeg maar, vanaf zijn tepel, zeg maar dan. Ja. En dat betekent dat hij zijn armen gelukkig nog kan bewegen. Dus daar valt nog heel veel mee uit te halen. Alleen, ja, Jap zit met spasmus. Dus het heeft tot nu toe nog niks geholpen, de therapie. Voor mijn zus bijvoorbeeld, ja, het is zo tragisch. Ze stond er in één keer helemaal alleen voor. Ze was bevallen, ze had nog maar net een kindje. Ze is amper wezen ontzwanger en toen gebeurde dit. Nou ja, met 3 jonge kinderen. Zij heeft haar werk moeten afzeggen. Zij kan niet werken, want zij moet zoveel dingen doen. Dus ja, voor haar hele leven staat het zo op de kop. Nou, dat is echt heel heftig. Oh, ik wil niet geëmotioneerd raken, maar het is heel verdrietig. Ja, wat gaat je nog het meest aan het hart? Nou, gewoon zo'n jong gezinnetje. Ze verdient het niet. En hij ook niet. Ze hebben net een babytje verloren. Dat is gewoon heel heftig. Dat is ze ook al overkomen. Ja, gewoon heel veel leed. Het zijn gewoon zulke lieve, bijzondere, mooie mensen. Ze verdienen het niet. Dus dat is heel verdrietig. De situatie is verlopen. Laten we gewoon even heel realistisch zijn. Ja. Nee. We kunnen geen wonderen verrichten. Vandaag. Nee. Wat willen jullie? Wat hoop je nou? Want ja... Dat hij alle mensen van wie hij houdt om zich heen heeft, dat hij een onvergetelijke dag krijgt. Dat is voor nu toch het allermooiste. Ja, dat hoop je voor je zwager, voor Jappie. Ja. Wat hoop je voor jullie, voor jouw dochter? Voor vandaag bedoel je? Ja, dat ze weet dat iedereen... Ze weet dat we er allemaal voor haar zijn, dat weet ze wel. Maar dat ze ons nu allemaal dan zo samen ziet, dat het haar sterkt. Ja, dus we gaan een paar mensen gigantisch verrassen vandaag. Ja. En in deze prachtige ruimte gaan we heel veel mensen brengen. Familie, vrienden, die hier allemaal klaarstaan straks. Wanneer is deze actie voor jullie geslaagd? Ja, als we hier met elkaar de toast uit kunnen brengen. En op een... Ja, de kracht die je naar elkaar uit gaat stralen, ja, zeker. Ja, en de mensen om hun heen waar ze van houden, ja, dan is hij geslaagd. Het is eigenlijk best wel gek, hè? Ik kom gewoon met een taart aan. Ik hoop zo dat ik Jappie een beetje blij ga maken. Maar ik ben ook zo benieuwd naar zijn reactie. Goed, hij moet hier links zijn. En hij is bezig met fysiotherapie. Ik denk dat dat hem is. Zo, er wordt hard gewerkt hier. Goeiedag. Goeiedag, ik ben Bert. Hallo. Hey. Goeiedag. Goeiedag. Hoi. Is het waar? De oude ploeg erop. Oh, kill. Heb je tijd om even een hand te geven? Jazeker. Ik ben Bert. Jappie, hoi. Ja, dan gaat hij weer Jappie doordraaien. Oh, er is geen tijd te verliezen, merk ik. Nee, we moeten door. Ik wou je ook nog even spreken als dat kan. Dat mag. Oh, echt waar?
Ik heb taart bij me trouwens. Ik weet niet of dat te vieren valt vandaag. Dat is altijd goed. Dat is altijd goed. Dat is altijd goed, natuurlijk. Ik ben blij met deze instelling. Hier? Rechtsaf. Ja. Kamer 26. Yes. Zo, dus geen, dat is een zaal. Ja, dus met nog twee anderen. Wij met z'n tweeën liggen hier. Hier liggen. Oké, okay, ja? Man. Ja. Dit is jouw plek sinds... Ja, dit is mijn plek sinds 5 augustus. Ja. Eerst even een hele open vraag aan jou. Hoe gaat het nu met jou? Redelijk. Redelijk tot... Ja, goed. En wat houdt er redelijk tot goed in? Nou ja, ik heb heel erg last van spasmus. Mm-hmm. En hierdoor moet ik nog een keer onder het mes. Dan moet ik geopereerd worden. Ja, dat is even heel puur lichamelijk. Ja. Hoe gaat het hier, goed. Mentaal? Goed. Ja? Ja. Positief. Dus ja, doorgaan. Dan zijn we pas een paar maanden verder. Wil je in het begin je hele wereld stort in? Ja. Is er dan een moment dat je zegt, joh, je kan weer alles bij elkaar pakken. Joh, we gaan in deze situatie gaan we er weer helemaal tegenaan? Ja, dat is lastig. Dat is elke dag bekijken. Elke dag is weer een nieuwe dag. Mm-hmm. En dingen uitzetten voor jezelf. En dus lange termijn dingen uitzetten. Kijken naar morgen en vandaag en voor de rest niet verder kijken. Ja. Nou moet ik even iets gaan bekennen. Ja. Jij weet nu dat we iets aan het doen zijn. Ja. Het plan zou kunnen zijn dat ik vandaag ga regelen dat jij vervoer krijgt. Ja. Naar een hele mooie locatie. Waar we een fantastisch diner organiseren. Ja. Ook voor je vrouw. Ook voor je drie kinderen. Super. Ja. Alleen ik ga hun daar wel enorm mee verrassen. Zij mogen dus echt totaal nog niet weten dat als zij straks daar aankomen dat jij er bent. Oké. Okay. Kijk eens jongens, dus we worden gewoon bediend hier. Heerlijk man. Dank je wel. Super. Nou, laten we even een stukje taart opeten. Ik hoop een hele mooie dag. Ik hoop het ook. En een paar zeer blije, verraste gezichten. Ik ben heel benieuwd. En dan wil Jappie nog even laten zien hoe het werkt in de liefde als je nauwelijks bij elkaar bent. Want daar is wat op te verzinnen. Ik leg hem op in bed neer, goed? Och, kijk nou, joh. Ja, joh. Dit is gewoon een knuffel van je eigen vrouw. Ah, ja, man. Is toch mooi. Kan ik toch een beetje knuffelen, toch? Ja, vervoer is geregeld. Super. Ja. Goeiedag. Hey. Hallo zeg. Hi. Ik kom een paar cadeautjes brengen. Oh. En er is wel wat uitleg bij nodig. Dus als ik binnen mag komen. Ja, kom erin. Had ik me voorgesteld? Nee, ik ben Bert. Hi. Hi, Priscilla. Hallo, Priscilla. Hi. Hallo. Hi. Zo, wat een kamertje vol. Ik zal me even snel voorstellen, Bert. Hi, Steven. En jullie zijn vrienden, familie? Broers. Broers. Ja. Wat een toeval zeg. Ja. Hallo, en jij bent? Sanna. Hallo. En dan ben jij? Hallo. Nou, heb iedereen gezien. Waar kan ik even komen zitten? Ja, ga lekker zitten. Ik zal even wat ruimte maken. Het is vol bij je in de kamer. Ja. Zo, hé jongens. En laat ik eerst eventjes jullie allebei een cadeautje geven. Voor jou en voor jou. Dankjewel. Alsjeblieft, alsjeblieft. Wat is dat voor mooi? Wat is dat? Knuffel. Lijkt die op iemand toevallig? Lijkt die op iemand? Papa. Ja, papa. Nou, ik zit hier niet voor niks natuurlijk. Nee. Dat snap je wel. Ja. Waar moet ik nou toch beginnen? Ja. Hoe gaat het nu met jou? Ja, we gaan door. Ja, het is zwaar. Het is pittig af en toe. Maar ik heb hier drie kleine kinderen in huis. En dat motiveert me om wel door te gaan. Ja, is dat de motivatie? Ja, die zorgen dat ik 's ochtends mijn bed uitkom. En ja... En wat zeg je dan tegen jezelf? Ja, we moeten door. We gaan door. En het komt vast wel goed ooit, maar het zal tijd nodig hebben. Ja, ja. Ik zie dat hele grote bed in de kamer staan. Ja. Dat heeft ook alles mee te maken. Ja. Trek je het allemaal een beetje? Ja, ik red het wel, natuurlijk wel. Maar niks is natuurlijk, hè? Je schiet er wel een beetje bij in, zeg maar, vaak. Ja, ja. Want je ziet waar ze echt van het ene moment het totaal verandert. Ja, ja. Wat is de grootste verandering voor jou? Nou, dat hij sowieso niet meer thuis is. Weet je, we hebben een heel mooi gezin. En we leefden echt voor elkaar en voor de kinderen. En we hadden het eigenlijk heel fijn en goed samen. En als hij naar het werk was, miste ik hem al bewijzen van.
Dus ja, de grootste verandering is ja, om sowieso niet meer om me heen te hebben. En, ja, en wat de toekomst ons brengt, dat is zo onzeker allemaal. Ja, ja nou, daar wil ik nog niet eens te veel over nadenken. Want als je dat gaat doen, dan kan je wel gek worden. Ja, er moet zoveel gebeuren, het huis moet aangepast worden. En dan hoe het überhaupt allemaal komt, ja, we weten niks. Poeh, ja. En dan, ja, zit ik hier. Jouw zusje. Ja. En je moeder. Ja. Die vond het eigenlijk wel heel fijn en goed als we jou weer even een klein beetje een soort van steuntje in de rug geven. Mm-hmm. Doen we jou er een plezier mee om jou gewoon even een klein leuk uitje te bezorgen? Dat is heel. Wij zorgen voor een leuk vervoer, we zorgen voor een leuk restaurant, zodat het voor de kinderen leuk is, dat je gewoon even eruit bent. Jeetje, goh. Nou, wat leuk. Ja? Ja? Heel leuk. Daar ben ik heel blij mee dat ik iets vrolijks breng. Ik ben helemaal. Jeetje, zou deze niet aankomen. En intussen zijn op deze vorstelijke locatie in Leeuwarden de meeste familieleden en vrienden gearriveerd. Kijk eens aan, allemaal zeg. Mensen bij elkaar die zo belangrijk zijn voor Jappie en Priscilla. Welkom allemaal mensen, ik zou je even een hand geven. Ik ben Bert. Hallo. Hi. Alianne. En jij bent? Motorvriend. Motorvriend, was je erbij ook? Ja. Jeetje man. Ja. Hi. Bert. Sibra. En? Ook een vriend die erbij was. Ook een motorvriend. Ja. En? Yes, André. Ook een motorvriend? Ook een motorvriend? Ja. Man, jeetje, oh, dan moet ik jullie heel even spreken, want dan heb je dus gewoon allemaal meegemaakt. Ja man, ja. Ja, gemengde gevoelens. Heel mooi dat we hier met z'n allen zijn. Maar ook enorm vervelend dat het zo is gelopen. En we hadden het graag anders gehad. Ja, maar we zijn ook heel erg blij dat hij er nog is. Welkom jongens, kom er maar uit. Dit is, hoe heet je ook weer? Luca. Ja, Luca. Senne. Senne, ja dat weet ik. En de kleine Jimte. En de kleine Jimte. En moeder is erbij. Ja, zeker. Is het allemaal goed gegaan? Het ging hartstikke goed. Kom op jongens, jullie willen gelijk naar binnen rennen. Blijf lekker dicht bij je moeder. Wat een goeie. We waren nog nooit zo'n grote auto geweest, hè? Ja. Heb je er zin in? Ja, absoluut. Ja? Ja, ben benieuwd. Dan ga ik je mee naar binnen nemen, er staat een heerlijk gedekte tafel. Voorzichtig met de trap, jongens. Even de hand anders. Want je mag niet vallen. Nou. Hey. Oh, liefie. Wat dan? Hoe kom jij hier nou? Ja. Hoe komen jullie hier nou? Oh. Hé, hey. Schatjes. Hé. Hey. Ik mocht er vanavond ook bij zijn. Hey. Ja, wij dachten. Ja, wij dachten, een gezellig uitje, ja. Daar mag hij gewoon niet ontbreken. Nee, zeker niet. Daar ben je toch vast wel mee eens? Ja. En jongens, is dit een leuke verrassing voor jullie? Ja. Hè? Papa er ook bij, hè? Ja? And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I did believe and love you. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. Wat jij dit? Nee, ja, vanochtend. Vanochtend om 11 uur. Hè? Mooi, toch? So. In bad times, I'll be on your side forevermore. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Wil je meer zien? Vergeet je dan niet te abonneren en reageer. Vinden we altijd leuk als je dat doet.